Hey allemaal, welkom bij het tweede deel van deze weekvlog. Ik heb hem dus in tweeën gehakt, zoals ik in het vorige deel heb gezegd, omdat hij anders gewoon veel te lang was. Dus als je dat leuk vindt, dat hij lekker lang is, dat er nu twee zijn, duf je duimpje omhoog. En het is nu vrijdag, dus ik heb net besloten die vlog door twee te hakken. Dus we gaan nu even terugspoelen naar donderdag. Maar ja, er staat donderdag in beeld. Maar goed, ik ben nu vrijdag. Dus we gaan even terug naar donderdag. En dan zien jullie later mij weer op vrijdag. Bye! There we go. Ik heb dit nog nooit gemaakt. Ik hoop niet dat ik te veel toppings heb. Woehoe. Serieus gewoon wiki huil voor hoe je een omelet maakt. Maar dat is wel een goede truc. Til hem op. Waar die een beetje gaar is. En dan laat je de overtollige ei eronder vallen. Zodat hij... nu scheurt hij. Ook goed bakt. Hallo trouwens. Ik heb nog geen hallo gezegd vandaag. Ik had geen zin. Ja. Oké. Er is nog een beetje nattigheid. Maar ik denk dat ik hem nu ga proberen te... Wacht. Hij is nog wel dik. Heel even bakken nog. Die sloop zorgt er echt voor dat het er vet lekker uitziet trouwens. Oh nee. Hij brak. Ik had het al door. Jammer. Charlotte. Het had niet hoeven mislukken. Maar oké. Mooi is anders, maar lelijk is ook anders. Die eet je wat veel. Soms als ik dingen heb gebakken, heb ik er daarna geen zin meer in. Heb je dat ook? Ik was er helemaal zin in en nu heb ik eigenlijk niet zoveel. Ik hou eigenlijk niet zoveel van omelet, maar ik had er zin in. Oké, goed verhaal. Oké, nu ga ik even de bachelor kijken en even met jullie kletsen. Ik had dus al die beelden werk dat ik dat cadeautje aan het inpakken was. En ik vond het best wel gezellig zo aan de tafel. Oh, dat is toch helemaal cute. Daar liggen nieuwe gordijnen. Dat vind ik lelijk. Ons huis is best wel netjes nu, maar het lijkt gewoon alsof we altijd... Er ligt altijd iets, maar dit zijn net nieuwe gordijnen. Oké, ik ga lekker bachelor kijken, maar eerst even kletsen. Ik heb lekker dus mijn omelet en weer dat Saskia water. Ik heb gisteren crystal clear gekocht, omdat Empus in bij de Jumbo, maar deze is nog niet op. Ik zal even laten zien wat er in mijn omelet zit. Dit zit er in mijn omelet. En ik had dus vandaag toen ik opstond niet echt veel trek, dus ik had een kopje koffie genomen. Ik was 9 uur of zo hier beneden. Ik dacht dat ik heel slecht had geslapen, maar mijn watch zegt 9 uur. Ik was alleen zo niet normaal vaak wakker, maar daar vind ik wel weer chill in die watch. Want ik word wakker met echt, oh my god, ik moet echt nog uren slapen, ik ben zo moe. En dan zie je op je watch dat je gewoon geslapen hebt. Dus dat kan ook echt, voor mij helpt het ook wel weer positief. Het is echt een beetje een soort coach. Ook wel dat bewegen en zo. Lekker mukbangetje zonder make-up. Heerlijk. Toen had ik niet echt zin om te vloggen. Ik dacht, ja, het is elke dag precies hetzelfde riedeltje. Ik heb eventjes gewerkt. Even een stukje van de wenkbrauwen gestuurd naar de mensen van de salon. Die wilden het wel graag even zien of ik geen verkeerde dingen zei, weet je wel. Een wasje gedraaid. Witte was. Uitgehangen. Nu gekleurde was. Moet ik nog uithangen. Ik vind het zonnetje gestaan en zo gelopen op mijn plaats. Want ik probeer gewoon echt mijn... Ja, om meer stappen te zetten. Ik moet echt op de dagen dat ik niet sport iets gaan bedenken. Maar het is zulk lekker weer. Maar ik vind het gewoon heel moeilijk om naar buiten te gaan zonder reden. Maar goed, toen kreeg ik ineens echt super veel trek. Het is nu 1:15. Rond 12 uur dacht ik, oh my god. Ik kreeg ineens zin om junkfood te eten. Ik ging op thuisbezorgd kijken. Toen dacht ik, wat is dit nou weer voor haar? Oh, je hebt niet gegeten. Want ik had dus niet mijn ochtendshake genomen. Omdat ik iets had van, ja, ik hoef niks te doen. Ik heb nog geen trek. Dan bewaar ik mijn calorieën liever voor lunch en zo de rest van de dag. Dus... Ik heb dus gisteren iets gemaakt, maar dat ga ik straks vertellen. Dat zijn snickerdadels. En dat is totaal niet koolhydraatarm. Maar ik volg dus, dat is lastiger voor mij. Ik doe en koolhydraatarm. En ik ben een beetje bezig met sporten. Dus ik volg nu allemaal van die fit girls. En dan zie ik allemaal van die recepten. En ik moest het maken. Het is geweldig. Ik zal het zo even laten zien. Maar dat heb ik net genomen. Eentje. En daar heb ik 83 calorieën voor gerekend. En ik heb een half pakje surimi sticks gegeten voordat ik dit ging eten. Zeg maar wel dus net voordat ik ging koken. En dan is dit dus nu mijn omelet. Super lekker. Bos ui zit er ook op. Heb ik niet ingevoerd trouwens. Ga ik wel even doen, want je ziet ui, knoflook en zo heeft ook allemaal calorieën. Het telt allemaal wel op. Olijfolie is echt shocking. Maar wel gezond. En het doet zoveel voor de opmaak als je er bovenop nog wat color blocking, dus bijvoorbeeld biesloop gegooid. En ik heb nog chili, zout en peper. Oh, maar die feta die verdwijnt helemaal in je omelet. Die geeft wel heel veel smaak aan. Dus ik heb gewoon 3 eitjes geklutst. Toen alles fijn gehad wat je hier zag staan.
er doorheen gedaan in de pan. Nou, dat heb je gezien. Heel makkelijk. En die tomaatjes erin ook altijd heerlijk. Nou, de postbode kwam trouwens net. Ik heb gisteren wat besteld. Mochten we wat uitzoeken en het is er nu al. Chiquelle heeft dus een department, zeg maar, in Nederland. Dus daarom leveren ze zo snel. Ik heb zelfs altijd weer een kortingscode, Charlotte25. Die staat ook in de beschrijving. En nou ja, hoe vaak heb ik al met Chiquelle gewerkt? Ik krijg hier geen geld voor hoor. Ik mag gewoon steeds 4 dingen uitzoeken. En ik ben echt heel erg fan. En omdat ik nu zo erg hou van die topjes met een hoge kool, heb ik 3 dezelfde topjes besteld. En ik hoop dat ik ze pas, want ze vallen wel strak. Maar het zijn echt van die heerlijke katoenen hoge tops. Let's hope dat ze passen. Ook heel leuk voor de zomer. En een hele mooie flare-achtige zachte broek. Ze had hem niet meer in zwart. Wel in grijs en bruin. En ze had hem ook niet meer in L. Dus ik heb XL. Maar misschien is dat wel beter. Soms heb ik bij broeken een L. Maar ja, vaag verhaal. Oh, deze maat is zeker niet... Oh, deze maat is denk ik echt heel goed. Mooie match. Ik weet niet of ik het had verteld, maar die sausjes waren ook echt prima te doen gisteren. Oh, ik heb eigenlijk veel meer zin om even GTST te kijken. Ik moet trouwens nog naar de tante van Heel om de skispullen op te halen. Dus dat is wel een reden om naar buiten te gaan. Maar dan moet ik met de auto. Ik wil niet met de auto, ik wil fietsen. Maar met de fiets kan ik de spullen niet ophalen. Ik heb altijd gewoon, als ik geen doel heb, dan weet ik niet wat ik buiten moet doen. Dus dat is echt mijn struggle. Wat moet ik nu buiten gaan doen? Gewoon gaan wandelen. Maar het is niet dat het hier nou een mooie omgeving is of zo. Ik ben ook weer niet iemand die zegt, oké, dan ga ik die spullen ophalen. En dan rij ik naar een bos en dan ga ik daar lekker wandelen. Dat zou je eigenlijk met iemand samen moeten doen. Ik krijg best vaak DM's van meiden die vragen of ik samen met ze wil gaan sporten, wandelen, kletsen, afspreken. Maar dat is gewoon niet echt mijn ding. Nicole heb ik dus wel als nieuwe vriendin. Haar heb ik echt leren kennen in de zaak. Maar ik ben daar gewoon. Ik ben sowieso niet van te veel vriendschap. En ik hou er ook niet zo heel erg van. Wel als ik spontaan mensen ontmoet, maar niet om daarmee af te spreken. Dus dat is gewoon niet zo mijn ding. Dan denk ik, ja, dan klets ik wel lekker via mijn vlogs. Dus. Oké. Nou. GTST. Kijkt iemand van mijn volgers GTST? Oh, die situatie met Bing en zijn vader en de dokter duurt zo lang. Wel een perfecte... Ik zou trouwens makkelijk mukbangs weer kunnen gaan opnemen. Want ik ben overdag gewoon alleen. Dus ik kan gewoon tijdens de lunch mukbangs opnemen. Maar ik denk, ja, ik klets al zoveel in mijn vlogs. Hetzelfde geldt voor die AliExpress Apple Watch bandjes die dan binnenkomen. Is een aparte video wel leuk of moet het gewoon in mijn vlogs? Maar met een aparte video heb je wel weer een extra video in de week. Kijk, een on the go snap ik dat je het los doet. Maar net als snoepproeven doe ik dat apart. Vinden mensen dat nog leuk of moet ik het gewoon in mijn vlog verwerken? Dat is wel stom, want dan als ik een aparte video plaats krijgt hij waarschijnlijk echt helemaal geen views ofzo. Terwijl als je het even in je vlog doet. Als je niet een snoepproefvideo kijkt, vind je het waarschijnlijk wel leuk om even iets te zien in mijn vlog. Maar je zou niet een hele video gaan kijken. Ik wil even die shirtjes passen, maar het is net een beetje klein. En met een jasje eroverheen sowieso, maar hij is wel net een beetje aan de strakke kant. Ik vind het wel echt leuk, maar het is voor mij wel te klein. Misschien ook niet zo slim dat ik meteen 3 dezelfde heb besteld, aangezien het maat 40 is. Oh, ik vind de kleur zo leuk. Het is echt te strak. Ik zoek even beter liggen, maar het stofje is gewoon heerlijk katoen en de kleur is super leuk, maar dit is gewoon echt... Nou, misschien wel 2 maten te klein. En de paarse, nou heb je wel een kleinere maat, dan zijn deze shirtjes wel echt mega leuk. Hoe leuk als je hier ook gekleurde nageltjes bij hebt en zo, maar... Nee, dat is echt te strak. Nog even de broek passen. Oké, ik ben blij dat een L uitverkocht was, want dat had ik echt niet gepast. Hier is het best wel strak, maar ik vind het wel echt een prachtig stofje en de lengte is ook top. Misschien loopt hij nog een beetje uit zoals veel flirtbroeken. Ook net een beetje strak. Today, it's cheat day. Ik wilde dit gewoon doen. Jullie kennen mijn bubble tea verslaving. Ik zit vandaag lekker thuis. En ik wilde dit doen. Je hebt er meerdere. Je hebt Fifi in Sutemuri. Je hebt 85. Oh, wat cute. En je hebt ook Bubble B of zo in Den Haag. Maar ik heb hier weer Fifi besteld. Ik denk ik ga gewoon lekker een bubble tea mukbang doen. Nou ja, zoiets. Oh, wat chill. Ze hebben ook gewoon nieuwe stempels gegeven. Heel netjes dit. Oh. Oh, dit is echt zo cute. Kijk. Oh my god, jongens. Huh, waarom is mijn liedje niet roze? We hebben sommige bubble tea speciaal voor u groot gemaakt. Bedankt voor de bestelling. Nee, maar ik had gewoon te veel zin om dit te doen. Want kijk, je kan dit zeg maar ook gewoon bewaren. Dus ik dacht, die moest minstens 3 bestellen. Minstens 15 euro. Dus ik dacht... Ik doe het gewoon. En dan ga ik gewoon het bewaren in de koelkast. Ik wil gewoon geld hier aan uitgeven om ze alle 3 te proeven.
I just wanna have a good night. Kijk, dat is natuurlijk leuker geweest als ik hier niet in mijn pyjama zat, ongedoucht en zo. Maar oké. Ik ben echt obsessed. Ik drink ook de hele dag water uit mijn VVT-dingen. Het lijkt wel alsof ik een promotor ben. Eigenlijk heb ik gewoon een chill dag en had ik niks leuks te doen. Dus ik ging dit doen. Oké. Dit zou lychee moeten zijn. Groene thee met lychee siroop en lychee jelly. So satisfying. Oh ja, je hebt dus ook een pink lychee, maar daar zat lychee popping in. Van die balletjes die open poppen. Dat vind ik niet zo lekker. Daar doen ze denk ik roze kleurstof bij, dus ik hoop dat mijn ook roze was. Maar niet, dit is super lekker. Maar eigenlijk smaakt dit gewoon naar die, nou ja, elk lychee drankje op aarde. Maar er zit dus van die jelly in, dat vind ik zo lekker. Deze is heerlijk. Maar ik had er staan straks 3 bubble teas hier in de koelkast. Erg. Volgens mij hebben ze geluisterd naar mijn vraag. Ze hadden een soort tiramisu of zo, met ook gewoon koemelk. Met tapioca bolletjes, maar ik zei van in de comments van, ik weet dat jullie ook chocola hebben, zou ik die mogen? Dus die hebben ze gedaan, zo te zien. Ik ben benieuwd of dat harde chocola is of... Oelala. Is het? Er zijn harde balletjes. Met chocoladesmaak, zeg maar. Harde gel. Oh, chocoladepopping vind ik best apart. En dit is kokos shake. Kokosmelk, mango siroop, mango, nog meer mango spul, mango popping en kokos jelly. Ik ben zo gezond bezig en nu dit. Ja, ik moet wel even het leven leuk houden en ook mijn YouTube kanaal. Want als ik niet meer dingen kan proeven voor mijn YouTube kanaal, dan is het leven niet meer leuk. Dus. Woe! Oh, deze is echt het heftigste van allemaal, denk ik. Hier zit super veel in. Oh, deze is heel, heel zoet hoor. Wow. Mango popping. Als je even weglaat in je hoofd hoe ongezond het is. Het is wel echt heel lekker. Ik wil gewoon zo graag een keer alle bubble teas die er bestaan proeven. Dus ik dacht, ik ga er nu gewoon een keer 3 tegelijk bestellen. Eigenlijk had ik nog een andere smaak moeten doen dan deze. Maar ik dacht, ik ga voor eentje die ik sowieso lekker vind. Die nog een beetje oké is. Het is extreem zoet. Die poppings ben ik dus niet zo fan van. Want je bijt erop en er komt gewoon vet veel zoete siroop uit. Want ik hou niet heel erg veel van zoet. Maar als je ervan houdt, smaakt het wel echt geweldig naar gewoon mango kokos ijs. En er zit ook nog kokos jelly in. Ik ben nu al verzadigd. Ik ga het nu gewoon in de koelkast zetten. Misschien zijn er meer mensen die dit in huis willen opdrinken. Ik wilde dit gewoon doen. Het was 20 euro, maar het is het waard toch? Als jullie even een duimpje mogen doen voor deze video. Alles voor mijn vlog en voor mezelf. Ik hou van dingen proeven. Ik zou het liefst... De hele dag door alles proeven wat er maar bestaat. I love bubble tea. Ik wil zo graag naar China of Japan of Korea. Ik wil daar zo graag heen om alle rare dingen op aarde te proeven. Chocoladeballetjes vind ik niet echt lekker. Maar wel leuk. Oké, I love it. En laten we weten of jullie wel eens bubble tea hebben gedronken. En of jullie dit een leuk random stukje in mijn vlog vonden. En ik ga maar eens even douchen of zo. Dit is dus de hemel waarschijnlijk, ken je het wel. Je ziet het echt al heel lang overal voorbij komen. Maar dit is een dadel. Ik heb echt van die lekkere dadels, weet je wel. Niet van die harde, maar echt die lekkere. Die snij je open. Dan doe je er 100% pindakaas in. Eventueel nog pinda's, maar dat heb ik niet. En dan dompel je het in 85% pure chocolade. Er wat zout op. En dan leg je het in de koelkast. Dat is denk ik echt wel 90 calorieën of zo. Maar het smaakt letterlijk naar Snickers. Alleen het erg is, ik eet nooit Snickers en dat soort dingen. En nu door dit ben ik ineens verslaafd hieraan. Maar mijn tip is... Maak dit alleen als je normaal ook chocola, Snickers, dat soort dingen eet. Want ik eet nooit dit soort dingen. En ik doe koolhydraatarm, dus ik mag dit nu niet eens. Maar nu vind ik dit dus zo lekker dat ik dit elke dag wil eten. Ik ben het wel echt verzadigd na eentje, maar oh my god, dit is... Kijk, er zit niet eens zoveel pindakaas in en niet eens zoveel chocola, maar het smaakt gewoon fantastisch. Het is echt geweldig. Past trouwens wel echt op met chocoladevlek. En verder was ik bezig met een soort leuk nieuw creatief idee, maar daar ga ik niks over vertellen. Want als ik daar iets mee ga doen... Duurt het echt nog 1000 jaar voordat ik daar iets mee ga doen. Als ik daar iets mee ga doen, horen jullie het wel. Maar dat is niet echt iets groots hoor. Het is gewoon iets voor erbij.
Oké, jongens, het is niet hoor. Ik heb net iets gedaan in huis wat ik heel graag wilde doen. Dat ga ik jullie morgen laten zien. Maar ik ben er super blij mee. Dus ik zie jullie morgen. Jongens, er wordt wat naar me opgestuurd voor mijn opleiding. Boeken denk ik en zo. Ik heb er zoveel zin in, niet normaal. Dat ik ooit nog zin zou hebben in een opleiding. Ik heb ook net mijn inlog aangemaakt. Oh, ik kan niet wachten. Gaan wij lekker de hele tijd samenwerken? Kijk mijn nieuwe socks. Ja, je bent zo lief. Je vindt het wel fijn, hè? Iemand die de hele dag door thuis is. Je bent zo schattig. Kan het niet aan dat jij zo lief bent. Poesie, kan het niet aan. Kom even lekker liggen. Ja, kom even lekker liggen. Oh, deze kat, jongens. Ze is saai, want ze speelt nooit, maar ze is zo lief en schattig. Jij met een dikke knuffel komt. Ja. Jij met een dikke knuffel. Laatst dit brood gekocht en in de vriezer gelegd. En die ga ik nu voor het eerst nemen. Ik neem 2 sneetjes. Dat bevat 84 calorieën per brood. Maar volgens mij zit je snel... Ja, je denkt, oh brood. Maar volgens mij zit ik sneller in hoog in calorieën als ik zo'n bol maak dan als ik een broodje neem. Dus ik ga gewoon even lekker een broodje avocado nemen vandaag. Kijk dan wat voor verrassende trui ik aan heb vandaag. Ik had ontbeten met koffie. Ik hou niet heel erg van smashed avocado, maar deze zijn een beetje zacht. Dus ik ga ze toch wel even een beetje smashen. Zo grappig, dan koop je dus een netje met van die avocado's. Dat is wel echt een tip. Die zijn zoveel chiller omdat je dan niet zo'n hele grote avocado hebt. Maar dan zijn ze eerst allemaal nog hard. En dan in één keer zijn ze allemaal rijp. Dus ik heb er nu nog 4. Ik doe niet heel veel liefde in mijn broodje vandaag, merk ik. Zo, hoe lang heb ik geen broodje gegeten trouwens? Dat is bizar. Ik wil hem eigenlijk heel lekker maken, maar ik heb gewoon niet echt hele lekkere dingen. Ik heb geen kip. Ik heb alleen nog wat surimi sticks dan. Vroeger weet ik, als ik op theaterschool ging avondeten op, hoe heet het daar ook alweer? AJTS in Amsterdam. Ging mijn moeder me helemaal op de scooter naar Amsterdam brengen. Dat was altijd zo gezellig. En dan nam ik altijd een ciabatta, volgens mij. Met surimi sticks, avocado en mayo of zoiets. En dat vond ik zo onwijs lekker. La, 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 la. Worden jullie al gek trouwens van dat ik het allemaal deel? Want dan stop ik er gewoon mee hoor. Heel veel vinden het volgens mij chill. Maar ik kan me ook voorstellen dat je echt denkt, ik kijk hier niet van voor. Ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen, Charlotte, het boeit me echt letterlijk niet wat je voor content je maakt. Ik vind het gewoon grappig om te luisteren naar wat jouw hersenen allemaal de hele dag doordenken. Dus. Ik ga deze gewoon proberen die ik had gekocht. Oeh, hij ruikt wel lekker. Die ik laatst had gekocht. Deze week. Oh, dat is een heel groot, gat. Ja, ik moet natuurlijk ook weer wegen hoeveel grommen. Oh, dan kan je nog lekker wat parmezaan of zo opdoen. Nee, dat is goed zo. Ga ik even in het zonnetje opeten, denk ik. Nou, zo ziet het er al uit. Niet heel mooi, maar wel prima. Maar die saus stinkt. Naar rotte eieren. Of is het op brood? Het ruikt niet zo lekker. Sorry, ik ben soms echt een aansteller. Zijn er ook lunchrooms waar je koolhydraatarm brood hebt? Ik heb veel te veel zout gedaan. Oh, ben ik toch ook dom af en toe. Het smaakt best wel prima. Gewoon niet geweldig, maar wel lekker. Alleen brood is zeg maar lauw en zacht geworden. Dus ik had het misschien langer moeten toasten. Of hij wordt sneller zacht omdat het koolhydraatarm brood is. Alright, ik heb lekker gedoucht. Ben een beetje opgemaakt. Klein beetje voor de sportschool. Mijn wenkbrauwen niet hoeven doen. Super chill. Het is al best wel laat, maar ik ben echt heel lekker aan het rommelen in huis. Ik zal het vanavond even aan jullie laten zien. Want vanavond gaat heel voetballen. En dan heb ik het hele avondje voor mezelf. Dus dan ga ik lekker eventjes dat voor jullie vloggen. Het is nu 2:05. Het voelt trouwens elke keer alsof het nu al 5 uur is of zo. Omdat ik gewoon tegenwoordig dus voor 9 opsta en eerst zo laat opstond. Heb ik nu veel langere dag. Ik ga wel even een proteïneshakeje maken. Die aardbeien voor mee naar de sportschool. Voor tijdens of voor na. Afhankelijk van hoe ik me voel tijdens het sporten. En dan heb ik dus eigenlijk geluncht. Proteïneshake en avondeten. Vandaag is het alsnog 3 eetmomenten. Dus dat vind ik wel chill. En dan ga ik naar Ger de skispullen ophalen. Naar de Aldi boodschappen doen. Deze slik ik op dit moment. Volgens mij zit het vrij hoge dosering. Mascara op mijn hand. En dit is echt wel top. Hier zweer ik bij. En H ook. En mijn schoonmoeder. En deze. Zijn super lekker. Ik ben baas. Flauw. Ik vind dat liedje zo irritant. Maar het gaat niet uit mijn hoofd. Ik heb nog steeds zakjes van de vakantie. Zo weinig neem ik dus mijn proteïne shake. Oh, mijn wenkbrauwen zijn zo chill. Dat is zo natuurlijk. Enige plek waar ik echt zie. Touch up. Hier moet denk ik een touch-up. Maar er zit nog een beetje gat. En hier
Misschien moet hij zelfs een tintje donkerder, maar zie je? Maar het kan altijd nog donkerder worden, hè? Maar zie je, nu is het echt veel te licht als het zo blijft. Maar de rest, denk ik van, is al goed. Ik ben altijd zo bang, de ruik ik aan mijn fles. Ben ik zo bang dat ik vergeten ben om er iets door mijn eiwitshake om te doen. En dan stinkt het. Maar het is niet zo. Een zakje proteïnevoeder ga ik ook nooit meer doen trouwens. Want het is heel lastig om het eruit te krijgen. Oh, ik denk nu dat het best makkelijk gaat. Maar het knoeit heel erg. En als het water eruit gaat het helemaal plakken en zo. Ik heb lekker boven ook de robotstofzuiger aangezet. Ik had dus een robotstofzuiger voor in de zaak. Die was van mij, dus die heb ik ook weer naar huis genomen. Ik had haar even geïnstalleerd in de slaapkamer. En ik heb even de dweil erop gezet. En hem heel goed schoongemaakt. Want hij was dus super smerig van de zaak. Echt heel goor, niet normaal. Zal ik er nog frambozen in doen? Ja. Maar die heb ik net even aangezet. Dat is een beetje een, ja, niet een hele goede robotstofzuiger. Die wij hier hebben is echt geweldig in de woonkamer. Die is van Roborock, die is top. En die ik boven heb is van Bagot, maar dat is wel echt een stuk minder goed. Maar wel heel chill, want de slaapkamer is nu helemaal netjes en helemaal opgeruimd. En als je ziet hoeveel stof er onder je bed komt, dus een robotstofzuiger die onder je bed gaat, is wel mega chill. En hij kan dan eigenlijk de hele verdieping doen, alleen deze robotstofzuiger die valt dus van de trap. Die kan niet daar stoppen. Dus ik doe het nu met de slaapkamerdeur dicht. Maar het is wel echt heel relaxed hoor. Hoe belangrijk dat je slaapkamer gewoon stofvrij is. Ik vind sowieso een robotstofzuiger echt een werelduitkomst. Love dit kleurtje. Ik zou echt gewoon dagvlogs kunnen maken. Ik kan makkelijk 10 minuten per dag voldoen hoor. Nou, wel meer. Ik denk dat ik wel een half uur per dag kan. Eigenlijk is dat ook heel logisch. Een dag duurt sowieso 12 uur ben je wel wakker. Dus het is eigenlijk heel logisch dat je dat kan. Maar ja, dat ga ik denk ik niet doen hoor. Dagvlogs, ik? Ik zou het makkelijk kunnen denk ik qua lullen, maar het is wel heel veel werk qua editen. En, nou, niet per se qua editen, meer qua dat je iedere video weer online moet zetten en zo. Ik heb zo lekker getraind, niet normaal. 8 over 4, ik sport wel echt heel lang, maar ik sport dus liever denk ik 3 dagen even heel hard dan dat ik 5 of 6 dagen moet. Maar soms denk ik, kan ik niet beter de cardio zeg maar op de dagen doen dat ik geen kracht doe. Dus dat ik vandaag kracht deed en morgen cardio, maar... Ik vind qua ritme, ik wil zeg maar iets doen wat ik ook al volhoud als ik weer een baan heb, weet je wel. En ik weet gewoon dat 3 dagen is al een challenge. Ik vind dat echt knap als mensen fulltime werken of veel werken en dan ook nog 3 dagen. Het is zo heet in de auto, terwijl het buiten heel koud is, maar de zon schijnt. Maar ik vind dat echt knap als mensen dat kunnen combineren. Dus ik wil niet naar 5 of zo, omdat ik gewoon weet dat hou ik niet vol en ik wil iets wat ik al volhouden. Ik zal even snel laten zien wat ik vandaag heb gedaan. Weten ze niet of mensen dit leuk vinden? Vind je dit echt heel saai? Laat het weten. En als heel veel mensen zeggen, ja sorry, dit boeit me geen reet, dan hoef ik dit niet te laten zien. Maar dit is wat ik heb gedaan. Ik denk als ik het laat zien, is het wat sneller dan als ik het vertel. En wat ik dus niet aan heb gevinkt, heb ik dus niet gedaan. Ik heb ook weer heel veel filmpjes geplaatst onder mijn workout op Instagram. En dit. En ik heb even 2 documentjes nu aangemaakt. Zodat ik dus even een arm-rug-beeldocument heb. En een been-buik-taille-document. Ik weet niet of dit helemaal klopt, maar dat is voor hoe ik het nu doe. Dit is dus wat ik woensdag heb gedaan. En dan kan ik gewoon deze maandag dus weer doen. En vrijdag. En dat andere document doe ik dan volgende week alleen op de woensdag. En dan weer op de maandag. Oké, ik ben weer thuis. Ik heb best wel veel energie eigenlijk. De laatste dag dat vind ik wel lekker. En ik heb hele goede boodschap gedaan. En net heb ik even 75 gram gerookte zalm gegeten. Want ik had zoveel honger. Je merkt wel dat dat broodje echt minder lang vol van zit. Vooral met de training erbij. Terwijl ik wel een proteïne shake mee had. En ik was echt blij dat ik die mee had trouwens. Anders had ik niet zo goed kunnen trainen. Ik heb 5 komkommers, want ze waren 70 cent. De laatste tijd waren ze 1,40. 2 keer extra mager runder gehakt. Kabeljauw filet. Courgette spaghetti. Oesterzwammen. Bloemkoolrijst. Carpaccio. Rauwe ham. Olijven, dit weer zoals altijd. Selderij, die heerlijke snacksla, tomaatjes. Deze zijn bij de Dirk maar 99 cent. Dat is echt heel goedkoop. Wortels. 100% groente gele wortel. Als alternatief voor nasi. Vond ik ook wel grappig. En 3 aubergines voor zondag. Deze garnalen die we laatst hadden zijn heel chill. Echt van die easy peel. Eieren. Bijvoorbeeld tonijnsteaks. Weer zo'n chocolade 90%. Dit is net Cola Zero. Heel lekker. Kip. En dit was nog niet helemaal het seizoen. Dus het kostte 6 euro best duur. Maar super gezond en lekker. Oh ja, en dit. Wat ik echt nooit in leven zou hebben gekocht eigenlijk normaal. Want ik ben echt tegen zoetstof. Maar op dit moment vind ik het wel handig. Smaakt naar suiker. Dat hebben ze dus bij de Aldi.
goede hack voor als je je haarpluisjes te strak naar achter wil doen. Gebruik een wenkbrauwgel. Zien jullie? Net was het helemaal ontploft en nu niet meer. Maar ik weet eigenlijk niet of ik voor deze stijl wilde gaan vandaag, maar oeps, nu is mijn mascara geplekt. Ik wil nog heel veel zeggen tegen jullie, maar ik vergeet steeds mijn camera te pakken. Ik heb twee super mooie lipproducten gevonden tijdens het opruimen. Want door mijn schoonmoeder gebruik ik dus alleen nog maar natuurlijke lippenbalsems al maanden. Maar ja, je kan soms echt wel even een mooi productje gebruiken die niet goed voor je lip is. Dus ik heb deze teruggevonden van Dior. En die is een beetje paars, maar niet heel paars. En die heeft ook mint erin. En van NARS een soort van creamy lipstick slash gloss. Dus die heb ik nu allebei bij me. Die zijn vet mooi. En ik heb nagelstickers opgeplakt van Essence, die ik al heel lang heb. Super schattig. Ik had gezegd dat ik gisteren zou filmen wat ik had gedaan in huis. Maar wat ik dus heb gedaan, de kast zeg maar in mijn kantoor, twee van die grote IKEA kasten, daarvan hebben we er eentje naar boven getild. Dus ik had al die lades eruit gehaald, al die lades naar boven getild en toen samen met haar die kast naar boven getild. Dat was nog best lastig. En nu staat hij dus in de logeerkamer. En nou ja, dat zal ik morgen wel even allemaal vertellen. Maar nu kom ik allemaal lekkere producten tegen, omdat je dan even op je gemakje door die lades gaat. Dat is heel chill. En we zijn nu onderweg naar mijn ouders. We gaan naar mijn ouders, dan gaan we naar het huis van mijn broertje kijken en Melissa. Dan gaan we met mijn broertje uit eten. Melissa heeft vriendinnen op bezoek en dan gaan we weer even naar mijn ouders. Super gezellig. Maar eigenlijk heb ik ook heel veel zin om lekker naar buiten te gaan en te wandelen. En ik wil eigenlijk ook naar Muiden. Maar het is een beetje te veel in één dag. Eet je speciaal voor mij de muziek uit of omdat je het liedje niet kan vinden? Nee, niet zo de muziek. Je wist niet dat ik filmde, toch? Lang leven Arla. Ofwel, wist je het? Nee, ik weet het nooit dat je filmt. Wat is dat stukje hier aan? Stukje zand. Nee, wat ik dus heel erg mis is gewoon zo'n melkopschuimer. Dat van ons, ik vind dat echt nergens op slaan. Echt heel duur apparaat met zo'n handschuimer, weet je wel. Je moet even met een lepeltje misschien roeren. Anders... Want ik heb nooit zo goed schuim gehad als inderdaad gewoon bij zo'n apparaatje. Of mijn oude Nespresso schuim. Ik had altijd geweldig schuim zoals dit. En mijn handschuimer krijg je altijd minder goed. Hé, hey, waarom echt olie voor mij? Dan gaat hij niet. Kijk, ik kan ook zo zeggen. Bel Olivier. Olivier. Olivier, zegt hij. Olivier neemt niet op. Ja. Mijn slaap ziet er net zo uit als jou hoor. Oh, ik lijk ook op jou. Hi Olivier. Ja, lijkt me. Hi. Vind je het leuk om of jullie, om als we straks naar jullie huis gaan, ook nog even een uurtje naar Muiden te gaan met Teddy? Papa, mama, hoe laat ga je weg? Half uur, kwart voor vier? Half uur, kwart voor vier. En dan kunnen we eerst even naar jullie huis kijken, maar dan misschien even wandelen is wel gezellig. Half vier, kwart voor vier, zeg maar, gaat het even regenen. Oh. Het regenen, hè? Ja. Ik vind het heel leuk en nostalgisch, want ik ben geen één keer in Muiden geweest sinds ik ben verhuisd. En ik dacht dat is ook een hele mooie plek om Teddy uit te laten even. Ja. Oké, maar is dat anders? Ik ben echt zo blij dat ik hier weer ben. Zo blij dat ik hier weer ben? Ja. Oh ja, wat ik dus nog wil vertellen. Deze ring heb ik toen ook gevlogd, kreeg ik toen ik 28 werd van haar. En toen was ik hem heel kort daarna toch kwijt. Ik zie mama al luisteren. Nu heb ik dus die kasten verplaatst. Er staat nu een kast in de logeerkamer. Dus ik zat lekker te freubelen, daarom ben ik ook te laat. Ik was al gewoon klaar, dus ik zat lekker te freubelen. Oh, in een bakje met bedels vind ik letterlijk die ring. Dus ik heb er nu twee. Dus ik heb deze, ik weet niet welke ik heb gekregen voor... Zijn ze allemaal anders? Nee, precies hetzelfde. Dus ik had er één voor mijn 28e en 29e verjaardag gekregen. En nu heb ik er dus twee. Dus die geef ik dan aan mijn dochter als ze later 16 wordt. Nee, dat is leuk. Ik heb ze niet allebei om hoor. Dan zijn ze allebei om te kunnen doen. Nou, vond ik net een beetje saai. Maar wel super grappig.
Niet verwacht dat ik hem ooit nog zou vinden. Ik moet allemaal dingen nog in mijn vlog vertellen, maar dan hoort mama het ook meteen. Ik weet nog steeds niet wat ik met het kantoor een beetje moet doen. Ze wilde een soort chillruimte. Toen dacht ik, wat als ik als doel neem dat ik gewoon daar vast een kindercoachpraktijk van maak qua inrichting. Nou ja, ik dacht dat je ook die kant op wilde gaan. Maar dan ben je wel een zelfstandige. Ja, maar als ik het daarna inricht, dan is het gewoon een mooie ruimte waar je ook gewoon kan chillen. Ja. Ik hoor alleen dus dat... Dus daarom heb ik een kast naar boven verplaatst vast. Oh, ik hoor alleen dat op scholen, wij werken dan met UNITA, dat UNITA dus steeds, daar hebben wij speciale kinderen mee, op zoek is naar mensen die op scholen werken. Ja, weet ik. Dus dat hun mensen komen dan vaak via scholen. Ja, maar je hebt dan ook heel vaak dat je daarnaast nog wel thuiskinderen kan begeleiden. Nee, ja, maar ik zou wat dat betreft allebei doen. Ook door de ervaring die je ermee krijgt en door het netwerk dat je opbouwt. Nee, maar je moet een praktijk ook rustig opbouwen. Maar hoe goed doel om dat kantoor het zo in te richten? Ja. Maar ik had ook iets van dat lijkt mij heel handig. Lekker een leuk bankje. Kijk, mama heeft blijkbaar al heel lang deze schoenen voor mij en die vond ik altijd lelijk. En ze heeft ze bewaard en hoopt dat ik ze ooit mooi zou vinden. Daar is het niet goed. Deze is nog steeds niet heel mooi, maar ik heb wel zwarte laarsjes nodig. Dus. Nou, chill. Dit zijn schoenen van €600 of zo. Idioot. Nou, wel leuk. Nou, prima. Ik denk dat het bankje een beetje opgetild moet worden. Kun je het even optillen, leg ik even deze hefstelling. Een beetje optillen, leg ik die hefstelling mee. Ja. Ja. Hij is nog niet goed. Bijna. We wilden dus ook even lekker naar Muiden gaan, maar het is echt pokkenweer. Dus we gaan nu naar O&M hun huis bekijken. Die hebben we nog nooit gezien. En dan lekker uit eten. Oh ja. Los. En go. Ja, en 2,5 jaar geleden ook nagenoeg. Nou. Wat is speciaal voor de box? Ja. Hi. Good boy. Oh, ik trok volgens mij ook een beetje aan de vacht. Zijn. Vacht. Hey, niet mijn attacken, maat. Wow. Zieke acrobaat. En go. Ik heb hier een soort heel speciaal ananaswater. Ik wil eigenlijk geen drankje nemen omdat ik het zonde vond van de koolhydraten. Maar er worden hier zulke lekkere drankjes bereid dat ik het toch wel ga doen. Oh, van San Pellegrino. En deze gin wil ik al heel lang een keer proeven. En oh, die heeft hem dus hier. Leuk. Ja, meestal hou ik niet van pink gin en zo hoor. Maar ik vind het wel leuk om een keer te proberen. Dat is denk ik wel lekker in de cocktail. Oh, maar tonic smaakt ook al een beetje zo. Dus wordt hij dan niet te. Ik heb matcha poeder gekregen van Oli. Oli werkt wel van Barrett. Dan heeft hij allemaal samples. En ik ben dus verslaafd aan matcha. Het is die kuur. En Oli kuur is minder verslaafd dan ik. Dus nu mag ik het hebben. Hier wordt een cocktailtje gemaakt. Ja. En nog de ene keer dat ik bij jullie in Duitsland was, vond ik het ook zo leuk. Toen ging je ook allemaal drankjes maken op het balkon. Ja, vond je niks lekker. Het was heel smerig, dat je van die vieze avocado frituursnacks, die waren heel goor. Voor jou ook goor. Ik moet het nu opdrinken, omdat het heel duur zat is. Lijkt wel op met 35. Nee, ik had veel. Oh, dat lijkt door het ijs. Het is die restaurant zit. Het zijn die 2 gin. Doe je er ook die angostura bitter in? Oh, we hebben dus ook een koeker. Maar is een koeker echt beter dan een heet water? Ja, ik dacht ik laat hem hier stiekem staan. Nee hoor. Kijk hoe mooi. Ja. Ik heb ook deze. Ik gebruik hem wel echt heel weinig eigenlijk. We hebben ook een soort van deze. En helemaal verliefd op het huis. Superleuk huis. Nee, zij heeft dit drankje. Oh, wat ziet het er cute uit. Super mooi. Deze tafel. Oh, is dit met pindakaas of kaas erin? Oh, die mag ik natuurlijk niet. Pindakaas. Lekker. Wat is dit? Ja, hoe lief je het? Thee of dorst, denk ik. Wow. Ja. Hier hebben wij gewoond. Ik weet niet, dat heb ik toch wel eens laten zien, of niet? Ja. Mijn kamertje daarboven. Volgens mij vlogde ik niet toen ik hier woonde, nee. Wel toch? Wel? 8 jaar vlog ik. Ja, en je hebt toen zo'n ik ben verhuisd vlog. Dit was het oude huis. Nee, ja, papa en mama woonden er toen nog, maar ik niet. Ik woonde al alleen. Zijn we hier? Please. Ja. Eigenlijk heel rustig. Woehoe. Nou, er is helemaal niemand geweest. We hebben lekker. Kijk, we snapten dus eerst de kaart niet. Maar dit is zeg maar het menu met alle namen en prijzen. Jullie snapten het. En op de achterkant leggen ze het dan dus uit. Dus we hebben nu
Om te delen met z'n allen lekker deze vegetarische dumplings. En samosa, waar staat dat? Weet ik niet. Samosa vind ik niet lekker, maar dumpling wel. Zo lekker. En dat is iets, ja, dat zijn het eten, dan mag het wel. En dan denk ik dat ik voor deze ga. Extreem lekker, en dan neem ik geen naan of rijst. Maar dan heb ik gegrilde tijgergarnalen, kip tikka, tandoori kip. Oeh, lekker. Lekker tegen de vriezer. Ziek lekker menu. En we zitten hier helemaal gezellig aan de weg. Of aan de weg. Bij het raam. Wat zit er eigenlijk in? Aardappel. Voornamelijk. Kikkererwt. Oh ja. Ik heb een hartje. Papperdam. Dit is toch van Lin, zeg maar? Ja. Lekker. Ja, het is te komen. Als u dus moet zeggen wat een van mijn lievelingsgerechten op de wereld is, het echt dumpling. Ja. Mensen weten dit ook van mij. Ik had een tijdje een dumplingverslaving. Oh, dit is zo lekker. Wel jammer dat we nu geen stokje hebben om het mee te eten. Dit is wel carbs, maar dit ga ik echt gewoon proeven. Dit zijn zeker carbs, niks anders. Oh. Vandaag gaat de zomertijd in, hè? Ja. 2 uur eraf. Ik hoor dat, ja. Het heeft niet heel veel smaak, maar het smaakt wel heel lekker vers. In heel veel restaurants gebruiken ze gewoon een diepvries, hè? Ja. Gewoon van de groothandel. Wow. Ook daar dat je dan met Emirates daarheen vliegt, is ook tof. En dan kom je aan op die airport. Je dit is iets met kaas volgens mij. Dit is een hoofdgerecht en dit is een bijgerecht. Hoe kan dat? En dit is ook een bijgerecht. Ha dacht echt, ik krijg een mega tikka masala en 1 blokje kaas. Maar het is heel veel kaas. Ja, het is goed, hè? Wat heb jij, Oli? Ik heb rijst. Nee, dit. Groente. Ah. Zal ik je een stukje naam geven? Ja, lekker. Ik ben ook benieuwd naar jouw kaasblokken. Dat ga je nooit op eten. Wel lekker sausje. Ik zou het niet doen. Nog even lekker met mijn mannen door Weesp lopen. Naar Nelis. Oh, die wil een ijsje halen bij Nelis, want hij houdt niet van India's toetjes. Ik hou sowieso niet van toetjes. Het was wel lekker. Ik vond het niet zeg maar echt een 10, maar ervaring was leuk. De mensen waren super lief. Lekker veel verschillende gerechten. Het was betaalbaar. Het was niet heel veel per gerecht, maar ja, gewoon goed. Gewoon een 8 of zo. Ik vind het zo leuk dat ik nu weer door Weesp loop. Ik mis het echt af en toe. Nou, de laatste tijd mis ik het heel erg. Ik zit eindelijk in mijn nieuwe auto. Als je goed mijn vlogs kijkt, weet je het. Mijn andere auto, dat is de auto van mijn opa geweest. Die heb ik van hem overgekocht, iets voordat hij stierf. Vond ik wel mooi symbolisch. En in die tijd was ik net weg bij mijn ex en deelde nog een auto, dus dat was heel handig. En nu, voordat mijn oma stierf, heb ik dus haar auto overgenomen. Omdat die andere auto, ik dacht dat hij niet door de APK zou gaan dit keer. Die is echt wel een beetje, ja, vaak wel dingen. Ik heb er wel veel geld in moeten steken al. Maar hij ging weer door de APK. Dus deze auto stond eigenlijk nu al die tijd. Nou, dit is net hoe lang geleden is oma overleden. Nog geen 2 maanden, maar die stond in ieder geval nu ruim een maand of zo. Ik weet even de datum niet. Februari, toch? 3-2? Ik weet het even niet. Daar ben ik heel slecht in. Maar die stond dus nu heet bij mijn ouders. Dit is deel 2 van de vlog natuurlijk, omdat het zo lang is. Dus ik stop nu ook met kletsen. Bye! Nou, lekker autootje hoor. Zelfs een lampje die aangaat. Wauw. Ik had vandaag trouwens mijn nieuwe laarsjes aan. Met weer mijn zebrabroek zoals altijd. Maar ik hou te erg van mijn zebrabroek. En dat witte blouseje wat ik heel vaak draag, want het was iets steeds voor een trui. Ik zeg steeds dat ik gestopt met vloggen, maar ik wou weer wat laten zien. Kijk. Ik heb dit gemengd. Ik heb een matcha latte gemaakt met een little protein. Want ik kan nog even behoefte aan wat protein. Deze schuim trouwens bizar goed. Hmm. Ja. Ik ben echt gek op matcha. Ik vind hem natuurlijk lekkerder met gewoon... Eigenlijk vind ik het lekkerst met havermelk. Maar dat drink ik nu niet meer. Maar ik heb dit van Olive gekregen. Ik ben zo blij. Eigenlijk als mensen gaan vragen wat ik voor mijn verjaardag wil, moet ik misschien matcha poeder vragen. Want ik hou zo erg van matcha. Ik heb beginners en premium. Olive werkt dus voor Holland & Barrett. Dus hij mag dingen testen. En hij gebruikt dit niet. En ik ben helemaal fan. Dus ik ben echt oprecht gewoon zo blij. Dus ik vind het wel een goede cadeautip. Matcha. Heerlijk. Houden jullie van matcha? Want ik denk dat er meer mensen niet van matcha houden dan wel. Maar het is zo gezond. Maar ik vind het dus het allerlekkerst gewoon een koude iced matcha met havermelk van de Starbucks. Met heel klein beetje vanille. En, maar ik heb liever ongezoet dan te zoet hoor. Te zoet vind ik niet lekker. Oh, de koelkast is lopen. Maar deze vind ik best wel chill om op te schuimen. Ook die chocolade variant. Echt super lekker schuim. Veel beter dan melk. Waarschijnlijk omdat er zoveel proteïne in zit dus. Nou, nu echt tot morgen.
Het is weer tijd voor een heerlijke bol. Daar had ik echt heel veel zin in. We waren best wel laat wakker. Mijn ontbijt was een lactosevrije cappuccino. En het is nu al 2:30. Maar in de tijd is vooruit gegaan. Dus 1:30 voor je gevoel. En ik ga dus dit als lunch eten. En als ontbijt had ik dus alleen koffie. Het is bijna wel 800 calorieën. Maar ik heb het berekend met avondeten. En dan kan het. Ik heb er medium avocado, 2 gekookte eieren. Vinden jullie het chiller als ik het vertel? Als ik gewoon even dit laat zien. Want dit lijkt me wel makkelijker. Dit is het. Deze moest op. Daarom heb ik er zoveel van genomen dit keer. En ik heb wel olijfolie en balsamico. Ik had er heel veel zin in. Super lekker. In de set. Het komt hoor. Het houdt ook nooit op hier. Zo. Oh, dat klonk lekker. Het is er alleen maar erger op geworden, lijkt het. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar beter worden. We hebben hier de spiegel gehangen, maar dat vinden we denk ik toch niet zo heel leuk. En dit is heel chill, die kast daar. Zo wordt het steeds netter. Ik ben het heen en weer aan het lopen naar boven en beneden. Dus ik ga nu weer naar boven. Oké. Nu is het de logeerkamer. Volgens mij heb ik hier nog niet gefilmd. Ik ben helemaal buiten adem. Ik heb hier een tas met allemaal spullen uit de kast beneden gehaald. Die ik nog allemaal in de kast hierboven kwijt wil. Dat zijn allemaal beautyproducten die gewoon nieuw zijn of gebruikt en op moeten ooit. En dan ga ik nu eerst deze kleding, winterkort, deze tas, dit zijn die schoenen, ga ik nu vullen met spullen die weg kunnen. En dan heb ik nog een klein tasje en die ga ik vullen met spullen die eventueel naar de kast beneden kunnen. En daarna, ik weet niet, dat ga ik denk ik niet vandaag, dan ga ik die hele kast eigenlijk een beetje weer leeg trekken en opnieuw ordenen. Want ik heb het allemaal ooit geordend, maar het is gewoon te veel. Kijk, deze glaas wordt best wel leeg. Zie je? Maar het is wel veel chiller om dit nu boven te hebben. Want die haarbanden en zo. Ja, ik draag het niet als het beneden ligt. Dus, nou, dit is allemaal prima. Hier bijvoorbeeld. Kijk, je kunt het allemaal eeuwigheid bewaren. Maar ik ga even gewoon op een gegeven moment wat dingen wegdoen. En al die zonnebrands en zo. Ik vind dat een beetje zonde om weg te doen. Dus ik vind het heel moeilijk. Alles wat echt een beetje nieuwig is en niet per se nu op moet, ga ik beneden leggen. Zoals dit soort desinfectiehandgels. Dus die doe ik... In dit tasje van beneden heb ik bijvoorbeeld ook Bath & Body Works zeepjes. Dus ik ga ook de Bath & Body Works kaarsen ook naar beneden doen. Want dat zijn producten die kun je of cadeau doen aan vrienden. Of die heb je niet per se boven nodig, weet je wel. En die hoef je niet per se nu op. Dus ik wil hier vooral spullen die op moeten en spullen die ik nodig heb. Zoals mijn nieuwe Olaplex, nieuwe tandpasta, nieuwe lenzen, tampons. Dat soort dingen wil ik wel hier. Desinfecties gaan dan allemaal naar beneden. En beneden heb ik dan ook YouTube spullen. Dus... eten wat ik wil testen voor mijn video bijvoorbeeld. En ik moet maar gewoon als ik cadeautjes geef aan mensen gewoon wat meer gaan geven. Kijk, dit soort crème ga ik dus in een tas doen met allemaal beauty spullen die weggaan. Ik denk dat ik die tas op marktplaats ga zetten. Ja, zonnebrand ga ik niet wegdoen, dat zijn gewoon echt zonde. Ja, al die minis, die zijn heel chill om mee te nemen op vakantie. Maar neemt allemaal zoveel ruimte in. Dit soort dingen ga ik nu gewoon afstand van doen, denk ik. Van die bronzing palet. Aan de andere kant, straks heb je het weer nodig. Nou, ik ga gewoon merken die goedkoop zijn en ga ik wegdoen. Maar zo'n oogschaduwpalet is super zonde om weg te doen. Primer kan wel weg. En dan dit blush ga ik dan denk ik wel houden. Al is het waarschijnlijk echt zwaar overlaten. Ja, dit moet je gewoon allemaal gaan gebruiken. Eigenlijk moet ik alle shampoo wegdoen, omdat ik alleen nog maar Olaplex gebruik. Dus dit soort minis kan je leuk bewaren. Maar toen ik op vakantie ging, nam ik gewoon Olaplex mee. Dus ja, het heeft niet echt zin om het dan te bewaren. Mini deo. En dit soort dingen. Nepwimpers. Dat gebruik ik gewoon allemaal niet. Heel mooi. Smashbox. Ik vind dat zonde, echt zonde om weg te doen. Wat erg. Maar die hele tas moet ik ook nog kwijt. Het beste ga ik nu alles helemaal leeg trekken. Echt goed ordenen en dan kijken, oké, dit past niet. Maar dat, vind ik, dat gaat een dag duren. Nou, ik stop wel even met vloggen, want anders is er zo veel materiaal hiervan. Moet ik hier allemaal mee? Ik moet nagaan dat ik dus niks meer krijg. Hè? Stel dat ik nog steeds spullen had gekregen elke maand. Dan is het echt extreem. Ja, ik draag geen nepwimpers. Ik kan dan naar de cadeau. Deze is wel heel chill. Maar ja, dit is zo oud. Altijd was het echt mijn lievelings in plaats van foundation. Dat is denk ik voor die pigmentvlekken ook echt geweldig. Ja, dit ga ik niet echt. Ja, dan moet ik een bakje hebben met make-up. Ik moet allemaal het heel mooi gaan ordenen. Dit gebruik ik ook niet. Maar het is een eye gel. En nu die dus hierboven ligt, heb ik hem wel al gebruikt. Ik denk, ja, super chill. Hier, prachtige nude finish tinted moisturizer van Bobbi Brown.
hair growth. Dat heb ik ook gewoon allemaal zelf gekocht. Volgens mij heb ik dit allemaal toen ik hierheen verhuisde helemaal opnieuw geordend hoor. Lippenstiften. Ik denk dat ik alles wat van Catrice is en wat ouder is, maar gewoon weg doe, want ik heb genoeg. En dan merkjes wel houden. Alles wat er lelijk uitziet, want anders kom ik hier echt nooit vanaf. Testertjes ga ik ook in die tas wegdoen. Dit is heel mooi van Poepa. Smashbox. Dit gaat dan dus naar beneden. Een nieuwe Fabienne Chapeau portemonnee. Al die kaarsen. Die wil je niet in de logeerkamer hebben, die kaarsen. Dus het gaat gewoon naar beneden. Zodat alles wat hier ligt lekker gebruikt kan worden. Maar medicijnen en dat soort dingen wil ik ook weer hier leggen. Ik heb bijvoorbeeld dit gekregen op een Vita-kruid. Ja, dat gebruik je niet als het beneden ligt. En hier misschien wel. Oh god, deze bak is heel erg. Het is helemaal ontploft. Maar dit is mijn lievelingsdeo. Dus die moet ik even afspoelen. Oké, nou, ik ga nu even stoppen met volgorde. Anders wordt het een drama om dit te editen. Oké. Ik ga iets pakken hier. Oh, hi, ik weet niet waar die is. Ik had hem laatst, maar nu ben ik hem... Oh ja, ik heb hem. Moet ik hem naar boven gooien? Ik heb al zijdig thuis. Oké. Allemaal testen voor een video, wat ik echt een keer moet gaan doen. Wat fijn hier, hè? Fijne kamer. Jeetje, Mina. Oké, deze la is helemaal top. Dit zijn zeg maar twee rituals pakketten die ik nog een keer cadeau kan doen. In deze bakken zit alle echt luxe make-up die ik nog heb. Van ik niet weet wat ik moet, maar echt merken die ik ooit heb gekregen. Dan moet ik iets mee gaan doen, anders is het verrot. Hier liggen alle Bath & Body Works handzeepjes, Bath & Body Works handgel en Bath & Body Works kaarsen. Hier ligt nog een doos met een ongedragen ondergoed. Wat ik eigenlijk ook iets mee wil. Wat ik niet, van Victoria's Secret, wat ik niet gebruik. Portemonnee, tanning foam, wat ik niet gebruik. Hier nog een paar kleine random prulletjes. Die ergens in een pakketje bij kunnen of zo. En dit is dan mijn doos met allemaal Lush bruisballen. Dus dat is helemaal goed. Gaat die dicht? Oeh, is net een beetje krap zo. Ik had er nog een badolie. Die moet ik ook gewoon even meenemen naar mijn ouders of zo. Pas net. En dat is allemaal YouTube eten. Dus in principe als dat op... Als ik dat getest heb, is het op. Maar dan kan ik het weer vrijmaken voor andere YouTube dingen. Weet je wel, dan heb je een beetje een plek daarvoor. Hetzelfde geldt voor dit. Daar kan ik nog wel iets anders mee. Ik heb hier bijvoorbeeld Apple Watch bandjes dan om te gaan testen. Nog allemaal Oostenrijk eten. Nou ja, het is wel chill dat ik hier nog een laadje, zeg maar, beschikbaar heb. Waarvan ik niet zo goed weet dat ik ermee moet. En deze kant moet ik nog even gaan kijken. Maar dit zijn vooral elektronica. Dit is nog een webshop la. Beetje inpakken cadeautjes. Dus hier kan ik ook echt nog super veel kwijt. Niet dit soort dingen kan ik hier kwijt. Al die kleding. Dus ik moet eigenlijk weer even kledingpakketten gaan maken. Zodat ik gewoon van al die kleding af ben. Zo, dit is ook weer wat netter. Dit zijn Tony's repen. Die heb ik echt al een maand, anderhalf maand geleden gekocht. Deze paaseitjes ook. Ja, ik ben er nog niet helemaal in de vibe. Dit is dan allemaal echt snoep en snacks. Die wel echt leuk zijn voor zo'n echt Amerikaanse video. En dit zijn eigenlijk al een beetje gezonde chippies en zo. Dus ik weet niet precies wat ik daarmee moet gaan doen. En dit hoort nog bij... Oostenrijk. En dit, ja, weet ik ook niet wat ik hiermee doen moet. Dat laat ik maar even hier. Nee, wat eigenlijk handiger is, ik ga gewoon al die grote zakken chips eruit halen. Ga ik lekker in de voorraadkast leggen voor mijn verjaardag, want die is toch al bijna. Ik vind dat niet interessant voor een proefvideo. Dat is net zo leuk gewoon voor in een vlog. En die nemen heel veel ruimte in. En dan maak ik één la met snacks, anders vind ik het echt zonde, twee laden. Dus dan ga ik die Oostenrijk snacks van de onderste la ook eventjes hier leggen. Dat vind ik beter. We hebben lekker Indisch eten. Kip cashew, kip curry, kokos rendang, kool, knoflookboontjes. Heerlijk. Oké, dan ga ik het tweede deel van deze vlog hierbij afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Een reactie achter te laten, abonneren. En me te volgen op TikTok en Instagram. En ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik twee vlogs had deze week. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei!